Goedenavond, welkom bij Radar. Vanavond niet vanuit de studio, maar vanaf de oevers van het IJ, waar al jarenlang het gebouw van Dexia staat. En deze aflevering is dan ook geheel gewijd aan het aandelenlease-schandaal. Conclusie dat zo'n 90% van alle contracten per definitie verlieslatend is. Waaruit je dus kan concluderen dat je eigenlijk meer kans hebt als je vanavond naar het casino zou gaan. Het aandelenlease-schandaal, die zaak is toch al lang afgesloten. Veel mensen die de zaak niet op de voet gevolgd hebben, denken dat het hoogtepunt allang voorbij is. En het was natuurlijk zeer in het belang van Dexia geweest, als de zaak nu de doofpot in had gekund. Maar mensen die de zaak wel hebben gevolgd, zitten met nog veel vragen en losse eindjes. En deskundigen sluiten niet uit dat het eind nog lang niet in zicht is. En dat het kwartje nog wel eens een heel andere kant op zou kunnen rollen. Als dat geen civielrechtelijke sanctie zou hebben, dan zou dat nogal een vrijbrief zijn voor allerlei wildwestfiguren om maar krediet te verlenen. Ja, dat is hier in feite ook gebeurd met Legio Lease in het begin. In 1990, a small crack team of experts set up a company called Legio Lease, based on groundbreaking financial products that changed the financial world forever. They're often copied but never improved. They're often hindered but never stopped. Now, they have changed their name into Legio to keep themselves ahead of the game. But their mission is still the same. Mijn management werd altijd, vind ik dat het altijd een van de mooiste voorbeelden om daarbij zijn schuld bekende eigenlijk. Is dat ze zeiden, sluit niets voor jezelf af. Nooit. Sluit geen producten voor jezelf op je eigen naam. Sluit geen producten op andere mensen, niet op jezelf. Zo. En dan weet je, in principe moet je dan allemaal aan bellen gaan ringen. Ja. Krijgen de Belgische gedupeerden zoveel meer terug van Dexia dan de Nederlandse? En kan Dexia echt aantonen dat ze de aandelen gekocht heeft en op naam heeft gesteld? En hoe zit het met de wet op het consumentenkrediet? Zijn de contracten nietig omdat Dexia geen vergunning had? Wij duiken opnieuw in het grootste financiële schandaal in Nederland ooit. En dan valt echt wel te vrezen dat mensen zich zullen afvragen of hun centen nog wel veilig staan bij Dexia Bank. Straks meer, maar eerst een korte samenvatting. Wij berichten al in 2001 dat de winstverdriedubbelaar, toen van Legio Lease en nu van Dexia, wel eens een verliesverdriedubbelaar zou kunnen zijn. Het leek niet op te kunnen, maar eind 2000 slaat de Hosanna-stemming op de beurs om. De koersen dalen en Radar signaleert als een van de eerste dat dit wel eens een probleem kan zijn voor mensen met een zogenaamd aandelenlease-product. Ik ben hartstikke genomen, ik ben hartstikke gepakt. Ik had vertrouwen in hun. Toch het gevoel van, nou, dan heb ik een appeltje voor de dorst. Dat is wel een rotte appel, hoor. Veel mensen komen er nu pas achter dat ze met deze producten hebben belegd met geleend geld. Het kleine maandbedrag is geen inleg, maar rente over een hoge lening. Voor bijvoorbeeld 110 euro per maand leen je een bedrag van 16.000 euro aan aandelen. Na 3 jaar heb je dan bijna 4.000 euro aan rente betaald. Pas als het aandelenpakket fors is gestegen en meer waard is dan 20.000 euro, pas dan maak je winst. Zijn de aandelen gelijk gebleven, dan heb je toch een verlies van 4.000 euro die je betaald hebt aan maandelijkse rente. Maar het kan nog erger. Als de aandelen zoals nu gekelderd zijn, bijvoorbeeld tot 6.000 euro, dan blijf je zitten met een restschuld die behoorlijk kan oplopen. In dit geval een strop van 14.000 euro. Dit was door bijvoorbeeld aanbieder Legio aan veel mensen niet duidelijk verteld. Ze zijn niet eerlijk, ze zijn niet oprecht en ze zijn niet duidelijk. Dat is absoluut niet waar. Ik denk dat wij in onze brochure helder en duidelijk uitleggen wat het product voor de klant kan betekenen. Verdel, destijds directeur van Legio en hier te zien in een interne video, is ervan overtuigd dat hij zijn klanten wel goed heeft voorgelicht. Maar door de koersdalingen komt Legio niet met de beloofde zakken geld, maar zadelt zij haar klanten op met een hoge schuld. Talloze gedupeerden melden zich. Jij hebt ook een winstverdriedubbelaar ooit aangeschaft bij Legio Lease. Ja. Heb je winst of verlies inmiddels? Verlies. Verlies. Op hoeveel verlies sta je? 20.000 gulden.
Mag dat zomaar? Mag je mensen van 20 zonder inkomsten een lening afsluiten van 20.000 gulden? Nee, dat mag natuurlijk niet zomaar. In de effectenwetgeving is heel expliciet bepaald dat je als bank moet weten met wat voor cliënt je zaken doet. Wij adviseerden de gedupeerden om een klacht in te dienen bij Legio. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we een brief voor u geformuleerd. U stuurde massaal onze voorbeeldbrief naar Dexia en naar de klachtencommissie voor de financiële wereld, DSI. We vroegen u de brief ook te sturen naar de Autoriteit Financiële Markten, de waakhond van het effectenverkeer. Beide organisaties nemen de klachten in onderzoek. Naar aanleiding van onze uitzending wordt de stichting Leaseverlies opgericht. Binnen afzienbare tijd hebben 30.000 mensen zich aangemeld. Het wordt Dexia heet onder de voeten. En in december 2002 komen ze met een regeling voor de klanten. Maar het aanbod is uiterst mager en bestuursvoorzitter Bruneel bagatelliseert de problemen. Er zijn geen gedupeerden in dit verhaal, mevrouw. Dat is het eerste wat ik u toch zou willen... Dat zou ik toch wel zo durven zeggen. Ja, maar onze stelling is dat dat niet het geval is. De mensen die ingaan op het aanbod van Dexia moeten afzien van verdere juridische stappen. Ook stichting Leaseverlies vindt het aanbod van Dexia onacceptabel. Wij hebben als stichting heel nadrukkelijk gezegd... wij vinden het niet verkoopbaar aan onze achterban... op het moment dat de mensen een restschuld zouden overhouden. Stichting Leaseverlies stuurt daarmee aan op de grootste rechtszaak uit de financiële wereld ooit... met een claim van rond de 4 miljard euro. En dus krijgt Dexia de ene na de andere rechtszaak om de oren... aangespannen door particulieren. En er staan allerlei andere belangengroeperingen op, zoals EGA-lease, junior-lease en lease-leed. En ook de Autoriteit Financiële Markten stort zich op Dexia. De conclusies van het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, lekken in juni 2003 uit, met een vernietigend oordeel over aandelenlease-aanbieders. Uiteindelijk leidt dit tot boetes voor Dexia. En ook de DSI stelt tot 10 keer toegedupeerden in het gelijk die zich via ons hebben aangemeld. Opnieuw een steun in de rug voor mensen die met schulden zitten... doordat ze belegden via een zogeheten aandelenleaseplan. Een aantal van hen krijgt schadevergoeding. Minister Zalm maakt zich inmiddels grote zorgen... en roept een commissie in het leven onder leiding van de heer Oosting... die moet gaan bemiddelen tussen Dexia en de gedupeerden. Maar in de zomer strandt de schikkingspoging. Voorzitter Oosting wijt het mislukken aan Dexia. Ik vind dat erg teleurstellend. Laten we daar geen doekjes om winden. Het is teleurstellend voor zeer veel gedupeerden. Dexia sleept in veel gevallen haar klanten voor de rechter. Maar die beslist steeds vaker in het voordeel van de consument. Het niet nakomen van de zorgplicht is vaak reden om de schuld volledig kwijt te schelden. En er zijn meer hoopvolle uitspraken. Zo oordeelde het Hoge Rechtshof dat de partner altijd moet hebben meegetekend met het contract. Zo niet, dan is het contract nietig. Het net lijkt zich te sluiten rond Dexia. De DSI spreekt zich ook in hoger beroep uit tegen de bank. En Dexia wil nu ineens, onder leiding van Duisenberg, wel weer om de tafel. En Duisenberg slaagt wel. Er komt een schikkingsvoorstel. Een regeling die zich niet beperkt tot de leden van... maar die zich uitstrekt tot allen die zich op een of andere wijze gedupeerd voelen. Dit zijn de belangrijkste punten van de schikking. Alle klanten van Dexia wordt 2/3 van de restschuld kwijtgescholden. De inleg blijft wel voor rekening van de klant. Positieve resultaten uit eerdere overeenkomsten worden verrekend. Klanten van wie de echtgenoot niet heeft meegetekend... en die het contract op tijd en op de juiste wijze nietig hebben verklaard... wordt de hele restschuld kwijtgescholden. En klanten die destijds zijn ingegaan op het Dexia-aanbod... en daarmee hun rechten hebben verspeeld... krijgen nu in plaats van 10% in totaal 33% korting op de restschuld. Maar alleen als die schuld in één keer wordt afgelost. Is de kous nu af? De schikking, de Duisenberg-regeling, is een compromis tussen de Stichting Leaseverlies... de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters enerzijds... en Dexia anderzijds. Het opmerkelijke is dat de eerste drie partijen nu erg veel moeite doen... om deze regeling verbindend te laten verklaren door het gerechtshof. Waarom eigenlijk? En is het wel zo verstandig om je aan te sluiten bij de Duisenberg-regeling? Maar wat houdt dat in, het verbindend verklaren door het gerechtshof van de Duisenberg-regeling? Dan wordt de regeling, zoals we hem nu kennen, automatisch de regel voor alle gedupeerden.
Maar ben je dan ook verplicht om akkoord te gaan? Nee, zeker niet. Het betekent dat mensen die hem niet willen, die zullen een opting-out moeten maken. Dat is gewoon een briefje waarin ze zeggen, wij willen geen gebruik maken van de Duisenberg-regeling. En die mensen kunnen gewoon doorprocederen tegen Dexia. Een aantal deskundigen vraagt zich ook af of in deze Duisenberg-regeling wel voldoende aandacht is gehouden met de zorgplicht. Vorig jaar zat bij ons in de studio de heer Martens. Ja, meneer Martens, u heeft jarenlang een juridische strijd met Dexia gevoerd. Hij heeft als zogenaamde voorbeeldzaak gediend bij de DSI, de klachtenorganisatie van de financiële wereld. In eerste instantie wint Martens, omdat de DSI oordeelt dat Dexia Martens niet goed heeft voorgelicht. Dexia gaat in hoger beroep en dat pakt wederom ongunstig uit voor Dexia. Martens krijgt het volgende. Zijn hele restschuld wordt kwijtgescholden en hij krijgt een deel van zijn inleg terug. Het is een stuk beter dan wat Martens nu bij de Duisenberg-regeling zou hebben gekregen. We zetten het even naast elkaar. Bij de Duisenberg-regeling zou hij nog 1/3 restschuld moeten betalen en hij krijgt niks van zijn inleg terug die hij eerst in zijn geheel moet betalen. Beursdeskundige Guido Kruithof heeft onderzoek gedaan naar de producten van Dexia. En ook hij is van mening dat Dexia, wat betreft de zorgplicht, enorm tekortgeschoten is. Kijk, zij zijn degene die de producten gemaakt hebben. Zij zijn hebben de producten in de markt gezet. Ze wisten natuurlijk ook erg goed waarmee ze bezig waren. Tenminste, dat mag ik hopen. Als bank zijnde mag je dat wel van ze verwachten. Dus ik denk dat ze daarmee schromelijk tekortgeschoten zijn in hun zorgplicht. Want zij hadden dus duidelijk eerst naar het profiel moeten kijken van de beleggers voordat zij dit aanboden. Alleen uit alle reclamespotjes en dergelijke blijkt dat ze het volledig ongedifferentieerd hebben aangeboden aan iedereen en alles. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar de kans dat je daadwerkelijk met winst een Dexia-contract afsluit. Hij heeft naar de winstpercentages op de beurs gekeken van de laatste 100 jaar en naar wat Dexia rekent aan rente voor de lening en dat tegen elkaar weggestreept. Nou, je hebt meer kansen op verdienen in een casino in ieder geval. Dus die verlieskansen die waren aanzienlijk. Als je namelijk bekijkt dat de gemiddelde rente die men bij Dexia rekende tussen de 12 en de 18% lag. En als je bekijkt dat Dexia zelf zegt dat het lange termijn gemiddelde op aandelen, dat je daar mag rekenen op 9,3%. En dat historisch gezien dat zelfs nog maar net rond de 8% ligt over de laatste 100 jaar. Ja, dan zit je natuurlijk met je kosten van 16%. Dat is al dubbele. Dus de kans dat je daaraan gaat verdienen is zeker niet groot. Zijn bevindingen worden bevestigd door een oud medewerker van Legio. Als mensen zeiden van, gaat het nou naar beneden, gaat de beurs naar beneden, of de fondsen waar jullie in belegd hebben, gaan die naar beneden, heb ik dan een schuld? Dan werd er altijd gezegd, nee, maak je zich daar maar geen zorgen over. Praat er maar overheen, leg zo'n klant nou niet de verkeerde dingen uit. Dat werd dan gewoon gezegd, ga nog gewoon lekker weer met die klant over de positieve praten. Maak je daar een zorgen om. Kijk nou eens naar wat voor rendementen er tot nu toe behaald worden. En als u niet wil, dan doet u het niet. Als u het risico vol vindt, gaat u nog lekker naar de spaarrekening voor 1% rente. Doet u dat wel lekker. Ja. In 2000 nam Dexia de Legio-aandelenleaseproducten van de Labouchere Bank over. Deze medewerker is ervan overtuigd dat de directie van Dexia donders goed wist waar ze instapte. Op de verkoopvloer. Ze weten dat daar rijenlang mensen naast elkaar zaten, zoals een traditioneel callcenter er eigenlijk uitziet, die alleen maar met één ding bezig waren. Die waren aan het schreeuwen hoeveel ze konden verdienen en hoeveel ze die dag gingen verdienen. Nou, dan weet je, als je als directie van Dexia eruit loopt, dan weet je best op welke afdeling je bent. Ja. Dan weet je dat ook daar de jongens zitten die hun geld verdienen. Ja, dat zo eigenlijk gaat natuurlijk. Waar je management werkt altijd, dat is altijd een van de mooiste voorbeelden om daarbij zijn schuld bekende eigenlijk. Is dat ze zeiden, sluit niets voor jezelf af. Nooit. Sluit geen producten voor jezelf op je eigen naam. Sluit alleen producten op andere mensen, niet op jezelf. Zo. Ja, dan weet je, in principe moeten dan alle alarmbellen gaan rinkelen. Maar
Als we dit voorleggen aan Dexia, begrijpen we dat niet alle medewerkers dit advies hebben aangenomen. Toch zijn er ook geluiden, onder andere van een ex-medewerker, die zegt: er werd absoluut afgeraden in huis om zelf zo'n aandelenconstructie aan te schaffen. Oh, dat vind ik eigenlijk een hele aardige vraag. Ik moet ze realiseren dat een groot deel van mijn medewerkers, die nu nog voor Dexia Bank Nederland werken, zelf ook 2, 3, 4 van dit soort contracten hebben. Dus uw suggestie dat dit alleen maar dingen waren die je aan je buurman verkocht, terwijl je er zelf verre van bleef, gaat echt niet op, mevrouw. En Dexia blijft druk uitoefenen op haar klanten om de maandelijkse rente te blijven betalen. Ja, mensen blijven vaak wel betalen. Ook leaseverlies adviseert beleggers of cliënten om te blijven betalen. Dus er komt daar maandelijks, komen daar miljoenen aan rentes binnen. En ook de incasso-maatregelen die worden doorgezet. Dus mensen blijven brieven ontvangen van deurwaarders en incassobureaus. Nou kunnen die uiteindelijk niks, want je moet toch naar de rechter als je iets wil. Maar ja, de druk op mensen blijft worden opgevoerd. En ja, veel mensen zullen misschien toch het einde van die procedure niet halen. Dexia is er duidelijk in. Wel of geen Duisenberg-regeling, betaald zal er moeten worden. Het mogen duidelijk zijn, mevrouw, ook vanwege de gelijkheid die wij betrachten ten opzichte van onze cliënten, dat wij wel vinden dat de mensen uiteindelijk moeten afrekenen met ons. En dat betekent dat ze moeten betalen wat ze nog verschuldigd zijn. En dat wij ze, conform Duisenberg, dan een stuk kwijtschelding zullen geven. Zo lijkt het een gunst. Of is er een ander belang om de Duisenberg-regeling verbindend te laten verklaren? Het belang dat Dexia erbij heeft is uiteraard een financieel belang. Zij zullen op het moment dat die algemeen verbindend verklaard wordt, zullen zij inschatten dat er minder mensen gaan procederen, want zij willen dat de mensen niet gaan procederen. En zij zullen ook denken dat er minder mensen de moeite zullen nemen om die opting-out te tekenen, omdat zij op het moment dat ze de termijn verloopt, dan zijn ze gebonden aan die Duisenberg-regeling. Dexia vindt het dus erg belangrijk om de Duisenberg-regeling verbindend te laten verklaren, want zo zijn ze met een gecalculeerd verlies af van deze langslepende affaire. Maar er is meer. Er zijn deskundigen die zeggen dat de wet op het consumentenkrediet en de ontwikkelingen daaromtrent gedupeerden veel meer zicht geven op meer compensatie dan de Duisenberg-regeling biedt. Dexia zegt dat aandelenlease niet onder die wet valt, maar anderen zijn het daar niet mee eens. Professor Nick Huls van de Erasmus Universiteit laat er geen twijfel over bestaan. Aandelenlease-constructies vallen onder de wet consumentenkrediet. Omdat het een lening is, het is krediet. Het is, er is een product ontwikkeld waar mensen die zelf geen aandelen hadden overgehaald werden, misleid werden, onder druk werden gezet om met behulp van geleend geld aandelen te kopen. Nou, en dat is kopen met geleend geld, dat is een krediettransactie in de zin van de WCK. En professor Huls kan zich deze bescheiden mening toedichten omdat hij de bedenker is van de wet. Maar wat is de wet consumentenkrediet en waarom is die zo belangrijk? De wet consumentenkrediet die dateert van 1 januari 1992. En toen werd er een vergunning ingevoerd voor alle professionele kredietverleners. Zodat de overheid toezicht kon uitoefenen. Niet alleen op de betrouwbaarheid van de kredietverleners. Maar er ook op kon toezien dat er alleen bona fide producten op de markt werden gebracht. En die vergunning had Legio en daarmee Dexia niet op het moment dat de meeste contracten zijn afgesloten. En dat betekent dat Dexia illegaal heeft gehandeld en dat de contracten mogelijk niet geldig zijn. Daarmee komt de Duisenberg-regeling volgens Huls onder vuur te liggen. Mijn inschatting is dat de Duisenberg-regeling, die vooral ziet op de restschulden, dat die eigenlijk onvolmaakt is, incompleet is. Omdat als de WCK van toepassing is, ook de inleg in beeld komt. En dat is een aanzienlijk groter bedrag natuurlijk dan alleen de restschuld die overblijft. Als het zo klip en klaar is, waarom wordt het dan niet zo erkend en uitgevoerd? Het heeft even geduurd voordat dat duidelijk werd. Dat speelde natuurlijk een rol dat minister Zalm gezegd had publiekelijk dat de WCK niet van toepassing was. Nou, dat was echt een slip of the tongue. Dat had hij nooit mogen zeggen. Daar gaat de minister van Financiën helemaal niet over. Dat is aan de rechter om dat uit te maken. En de rechterlijke macht heeft ook wel een tijd nodig gehad om goed die WCK in beeld te krijgen. Want het werd aanvankelijk puur als effectenrecht gezien en nooit als een lening. En dat is pas later naar voren gekomen. Hoewel niet alle rechters het contract daarmee nietig verklaren, hebben rechters al tientallen keren een vonnis gewezen met de bevestiging dat aandelenlease inderdaad onder de wet consumentenkrediet valt. En inmiddels is er ook een advies geschreven door rechters in Amsterdam
waarin ze schrijven dat de WCK geldt. En zo'n advies wordt door andere rechters vaak als leidraad gebruikt. De adviezen zijn uitgelekt naar de pers. Maar waarom zouden ze ook geheim moeten blijven? Dat de rechters proberen samen te werken om elkaar wat werk uit handen te nemen. Dat zie je ook op meer gebieden. Bij alimentatie en bij ontslagvergoedingen zijn ook afspraken gemaakt tussen kantoorrechters. Maar die worden altijd gepubliceerd, zodat de advocaten er rekening mee kunnen houden. En dat was het vreemde hier. Die zijn geheim en die zijn uitgelekt. En dat heeft mij ook wel verbaasd, ja. Ook Stichting Leaseverlies, die samen met Dexia pleit om de Duisenbergregeling verbindend te laten verklaren, zegt dat ze wel degelijk rekening heeft gehouden met de wet consumentenkrediet. Hoe had de Duisenbergregeling eruit gezien zonder dat u dat meegewogen had? Hadden mensen dan nog meer rechtsschuld moeten betalen? Het is heel moeilijk om precies te wegen welk juridisch onderwerp welk gewicht in de schaal heeft gelegd. We hebben uiteindelijk gedacht welke kans maken we bij de hoogste rechter. En op basis van die inschatting zijn we de onderhandelingen ingegaan en is er dit resultaat uitgekomen. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben heel veel mensen naar gekeken en uiteindelijk was dit de beste oplossing. Advocaat Wendel Gelst is het hier niet mee eens. Want als de wet consumentenkrediet van toepassing is, dan is het contract volgens hem nietig. En dat betekent dat je je hele inleg terug zou moeten krijgen en dat je restschuld wordt kwijtgescholden. Het lijkt mij gewoon de zoveelste aanwijzing dat die WCK echt een heel sterk argument is. En dus niet zoals Dexia en Leaseverlies het nu presenteren als een soort bijkomend argument waar ze dan zogenaamd niet in geloven. Het is een sterk argument. Een sterk argument. En er zijn nog meer redenen waarom sommige deskundigen vinden dat de Duisenbergregeling veel te zwak is. Dexia is een Frans-Belgische bank. En ook in België zijn Dexia gedupeerden. Zo'n 1100 man die samen zo'n 5000 contracten hebben. En het interessante is dat een deel van die gedupeerden een veel ruimere schikking hebben gekregen van Dexia dan de Nederlandse gedupeerden. In België krijgen de gedupeerden, als ze zijn aangesloten bij Spaarverlies, de belangenbehartiger van de Belgische gedupeerden, 40% van hun inleg terug en de restschuld vervalt. En dat is nog niet alles. Je kunt de nog lopende contracten zonder boetes opzeggen. Een veel ruimere regeling dus. Want als je in Nederland akkoord gaat met de Duisenbergregeling, dan moet je nog 1/3 van je restschuld betalen en je bent je gehele inleg kwijt. Een voorbeeld. We nemen meneer Jansen. Hij heeft in totaal 4000 euro ingelegd en hij heeft een restschuld van 16.000 euro. Stel, hij is in België geboren en heeft daar zijn contract afgesloten. Dan wordt zijn restschuld kwijtgescholden en krijgt hij 40% van de 4000 euro inleg terug. Dus dat is 1600 euro. Dus dan is zijn verlies 4000 min 1600 is 2400 euro. Stel, meneer Jansen is in Nederland geboren en hij gaat akkoord met de Duisenbergregeling. Dan is hij zijn gehele inleg kwijt. Dat is 4000 euro. En hij moet nog 1/3 van de 16.000 euro restschuld betalen. Dus dat is dan zo'n dikke 5000 euro. Bij elkaar opgeteld is zijn verlies ruim 9000 euro. Een heel verschil dus. 2400 verlies in België of ruim 9000 verlies in Nederland. Belachelijk, vindt advocaat Wendel Gelst. Sterker nog, in Nederland staan mensen er zelfs nog beter voor, omdat er al een heleboel uitspraken van rechters zijn. En in België zijn die er eigenlijk niet. Dus ja, wat ik vermoed, maar dat is natuurlijk speculatie, is dat Dexia natuurlijk gewoon een grote bank in België is en bang is om heel veel klanten kwijt te raken als het negatief in de publiciteit komt. En dat ze om die reden dus dan een royaler schikkingsvoorstel doen. We leggen dit aan Dexia voor. U denkt toch niet dat als een Nederlandse bank of verzekeringsmaatschappij problemen heeft met een groep klanten, dat ze dan uit coulance vanwege hun reputatie ogenblikkelijk hun portemonnee trekken? Nee, zo werkt het echt niet, mevrouw. Toch heeft Dexia het aanbod voor de Belgische gedupeerden in het geheim gedaan. Het is om te beginnen natuurlijk behoorlijk optimistisch om een vergadering te willen beleggen met een paar honderd mensen in het idee dat dit geheim zal blijven. Dus daar is een journalist op afgekomen van de tijd. Die mocht er niet in, want je kwam er alleen maar in als je je identiteitskaart voorlegde. En kon bewijzen dat je tot de groep gedupeerden behoorde. Maar de microfoon stond behoorlijk luid. Zodat de journalist op de gang gewoon heeft kunnen meevolgen wat er in de zaal werd verteld. En een paar dagen later stond het in de krant. Maar waarom wilde Dexia deze regeling geheim houden? Het antwoord is eigenlijk simpel. Dexia kan de Duisenbergregeling alleen verbindend krijgen door middel van de WCAM, de Wet Collectieve Afwikkeling van Massaschade.
De WKAM zorgt ervoor dat grote groepen gedupeerden van één en dezelfde organisatie, in dit geval Dexia, een gelijke compensatie krijgen. Dus in die zin is de timing van Dexia, wat betreft de Belgische regeling, volgens advocaat Philip Pels... op zijn zacht gezegd gedurfd. Als je rekening houdt met het feit dat ze net die WKAM-regeling hadden aangevraagd, waarin ze de schijn willen ophouden dat iedereen op gelijke voet wordt behandeld, dan kan je vrezen dat die regeling op de helling komt te staan wanneer blijkt dat dat absoluut niet het geval is. Mocht daardoor de Duisenberg-regeling niet algemeen verbindend worden verklaard, weten we dat tienduizenden processen herbeginnen bij alle risico's van dien. Dit kan in de miljarden euro's lopen. En zelfs als we ervan uitgaan dat de kleine bank, die Dexia Bank Nederland is en die nauwelijks nog bestaat, dit niet meer aan kan, dan weten we ook dat er een borgstelling is geleverd vanuit de Dexia Holding, wat dus zou betekenen dat die vele tienduizenden processen hun repercussies zullen hebben op de financiële positie van de hele groep. En dan valt echt wel te vrezen dat mensen zich zullen afvragen of hun centen nog wel veilig staan bij Dexia Bank. Maar is dat niet heel erg naïef gedacht van Dexia om te denken dat het geheim blijft, zo'n schikking? Ja, ik kan er met mijn verstand ook niet bij. Maar Dexia zegt dat het logisch is dat ze in België een veel ruimere schikking aanbieden. Nou, dat is makkelijk uit te leggen. Elke schikking die wij aanbieden is gebaseerd op de positie die de cliënten hebben. En als cliënten in het buitenland een overeenkomst getekend hebben, dan is vaak buitenlands consumentenrecht van toepassing. Nou, Belgisch consumentenrecht is anders. Voor de consumenten beduidt het beter dan Nederlands consumentenrecht. Dus dan komt er een andere regeling uit. Opvallend is dat ze in België een ander verhaal houden. Je betrapt Dexia wel eens vaker op tegenstrijdigheden. In België houden ze mordicus vol dat de contracten die de Belgen hebben gesloten wel degelijk onder Nederlands recht vallen. Terwijl in Nederland precies het tegenovergestelde wordt beweerd dat de Belgische contracten onder de Belgische wet vallen. En waarom is dat? Verdeel en heer. Maar, ik bedoel, Nederland en België liggen nou niet 5000 kilometer uit elkaar. Optimisme. De Belgische regeling. Nog een argument dus om niet tevreden te zijn met de Duisenberg-regeling. Zijn er zo langzamerhand niet voldoende redenen om tegen het verbindend verklaren van de Duisenberg-regeling te zijn? En dat is nog niet alles, want vanaf 16 mei vond een interessante vierdaagse hoorzitting plaats. En na die hoorzitting heeft het gerechtshof besloten dat de AFM eerst maar eens moet onderzoeken of Dexia de aandelen voor haar klanten wel echt gekocht heeft. Er zijn namelijk partijen die daar ernstig aan twijfelen. Als eerste een oud medewerker. Heeft u enigszins zicht gehad op wat gebeurde nadat u zo'n contact hebt getekend, contact hebt terugontvangen? Kreeg u zelf die contacten weer terug binnen? Ja. En u was degene die dat mocht verwerken als vanaf het begin tot het eind? En de aankoop van de aandelen op dat moment? Want u krijgt een getekend contact binnen. Die zijn al op dat moment al aanwezig, want die worden net een paar dagen voor contactdatum besteld. En wordt het nog ergens geregistreerd bij de Euronext op dat moment. Nou, de aankoopdatum op zo'n contract is altijd een eerdere datum dan de contactdatum zelf. Ja, dat kan je anders. Dat dacht ik wel. Waarom dacht je dat? Omdat u zei van, er zijn vragen waar ik geen antwoord op kreeg. Had ik wel het vermoeden dat dit soort vragen waren. Dit is de handvraag, hè? Dit is de handvraag, ja, onder andere. Ik kan hem ook de andere kant op stellen. Ja, ik zou het niet. Ik zou er aanleiden. Ik zou er aanleiden. Ik zou er aanleiden. Ja, en zijn ze verkocht uiteindelijk? Ja. Dat denkt u wel? Nee, ik zet jou op omdat ik de vraag heb. Ja, oké. Okay. Maar op het moment dat die contracten afliepen, dan kan er een flinke schuld ontstaan. Die aandelen zijn veel minder waard. Het kan voor Dexia best wel eens lucratief zijn om de cliënt te laten afrekenen en de aandelen in de poot te houden. Ja, en te wachten op de stijging. Het zou behoorlijk lucratief kunnen zijn. Ja. Banken zijn. Maar je hebt geen zicht op de organisaties zijn behoorlijk lucratief bezig. Ja, maar je hebt geen zicht verder op. Ik heb geen antwoord gelegd. Maar omdat u het weet, omdat u het gewoon niet wil zeggen. Dat maakt niet uit, maar u weet wel iets, maar u wilt niet zeggen. Nou, ik... Ja.
het zit. Ja, ja, dat... Ja, u weet hoe het zit, maar u wilt daar niet over praten. Ja. Oké, prima. In een eerdere uitzending van Radar leggen we al aan Dexia-topman Knuppen de kritiek voor dat er getwijfeld wordt aan het feit of Dexia aandelen heeft gekocht en verkocht. Dit is een broodje aap-verhaal. Als we het nu aan hem voorleggen, dan blijft hij bij zijn standpunt. U hoort het, ik ben nog steeds heel duidelijk. Ja, Dexia heeft die aandelen gekocht. Duidelijke taal van Ben Knuppen, maar niet duidelijk genoeg. Want het gerechtshof heeft de autoriteit Financiële Markten opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de aankoop van aandelen. Ja, er ontbreken effectennota's. Hè. Dus Dexia kan aan de klant niet een nota laten zien van kijk, op die datum heb ik dit voor jou aangekocht. En ja, de wet is op zichzelf heel duidelijk op dat punt. De effectenadministratie moet heel inzichtelijk zijn. En dan moet gewoon per cliënt, hè, per individu, moet je zo kunnen zien van, nou, voor meneer Pieters zijn op die datum die en die aandelen aangekocht. Nou, en dat kan men dus niet laten zien. Men komt met allerlei dikke stapels papier, maar men kan dus niet laten zien, nou, meneer Pieters had op die datum zoveel aandelen. En daar gaat het natuurlijk om. Het gaat dus niet zozeer om of de aandelen gekocht zijn, maar juist of ze op naam gesteld zijn. Dexia bevestigt het vermoeden van Wendel Gelst dat ze niet op naam geregistreerd staan. Zijn al die aandelen ook op naam gesteld destijds? De aandelen zijn niet op naam gesteld, dat hoeft ook niet. Maar ze zijn wel individueel te traceren. Zo was de constructie. Want er staat in uw algemene voorwaarden dat ze op naam gesteld zullen worden. Nou, dat staat mij niet bij. Ik vraag me ook af uit welke algemene voorwaarden u citeert, want er waren natuurlijk verschillende soorten producten. Hè, maar de aandelen zijn wel degelijk individueel te herleiden tot de persoon. Maar hoe zijn ze individueel te herleiden als ze niet op naam gesteld zijn? Nou, dat kan ik u vrij makkelijk uitleggen. Als er dus een depot is met aandelen, 1000 aandelen, en je hebt daarnaast een lijst met 100 cliënten die ieder 10 aandelen hebben, eenvoudig voorbeeld, hè, dan matcht dat. Hè. Maar het is niet de bedoeling maar geweest. Maar hoe weet je dan van, als ik dan een van die mensen ben, dus ik heb daar 10 aandelen uit dat depot van 1000, maar hoe weet ik dan welke aandelen van mij zijn? Ja, maar dat weet u nooit bij een bank, mevrouw, want op grond van de wet giraal effectenverkeer, hè, is het in eigendom hebben van aandelen een vrij abstracte zaak. Toch staat het tamelijk concreet omschreven. In hun algemene voorwaarden, oftewel de kleine lettertjes, wordt de wet giraal effectenverkeer ook aangehaald en wel met artikel 17. Net als de tenaamstelling. Er staat, ten name van lessie, oftewel de eigenaar, worden bijgeschreven in de administratie van Bank Labouchière overeenkomstig artikel 17. Als we de wet erbij pakken, dan staat in artikel 17, levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling. Mocht dit nog te abstract zijn, dan staat in een brief die Legio destijds naar haar klanten heeft gestuurd het volgende. Dit geschiedt doordat de effecten op uw naam worden bijgeschreven in de depotadministratie van Bank Labouchière. En dat er bij die tenaamstelling echt een duidelijk inzichtelijk overzicht hoort, is eigenlijk ook geen discussiepunt. In het nadere besluit toezicht effectenverkeer staat in artikel 426... een instelling die effecten van cliënten van effecteninstellingen bewaart, voorziet in een systematische en toegankelijke administratie van de in bewaring genomen effecten. En, voor zover van toepassing gelden, waaruit op dagelijkse basis per cliënt inzicht blijkt in de voor rekening van die cliënt bewaarde effecten. Maar gaat de autoriteit Financiële Markten dit punt ook onderzoeken? Zij hebben tenslotte opdracht gekregen van het gerechtshof om te kijken of de aandelen echt gekocht zijn. En Dexia zegt dan van ja, het enige wat je hoeft te onderzoeken is of een lijstje met aandelen wat wij hebben opgegeven, of dat daadwerkelijk door ons is aangekocht. En dus een heel beperkt onderzoek. Ja, en wij als verweerders zeggen natuurlijk van nee, dat onderzoek moet heel breed getrokken worden. En ook de effectenadministratie moet gecontroleerd worden. Want ja, dat Dexia aandelen aangekocht heeft, dat zal wel. Hè, iedere bank koopt aandelen aan, iedere dag. Alleen de vraag is dat dan ook voor die individuele leaseklanten aangekocht? Of is dat ergens in een grote pot gegooid, zonder dat dat is terug te koppelen naar de leaseklanten.
En dat punt moet ook onderzocht worden. Advocaat Harm-Jan Tulp, specialist in banken- en effectenrecht, laat ons telefonisch weten dat het cruciaal is dat aandelen op naam staan. Omdat er in aandelendepots niet alleen maar lease-aandelen zitten. Toen Dexia in 2000 Bank Labouchère overnam, had Labouchère ook een hele hoop andere klanten die helemaal niets met effectenlease deden, maar gewoon vermogensbeheer of effectenbemiddeling. En waarom is dat dan van belang? Als je een pot hebt met 1000 aandelen, dan kan het heel goed zijn dat een paar of misschien wel al die 1000 aandelen ten behoeve van die vermogensbeheerklanten worden aangehouden. Met andere woorden, je kunt dit dus alleen maar vaststellen als alle aandelen ten name van de klanten zijn geadministreerd ten behoeve van wie ze worden aangehouden. Volgens Tulp is het dus niet voldoende dat, in het voorbeeld van meneer Knuppen, het lijstje van cliënten matcht met de aankoop van de aandelen. Zo staat het volgens hem ook in de wet giraal effectenverkeer en de nadere regeling toezicht effectenverkeer. Hoe legt de AFM de toepassing van de wettelijke regels uit in het kader van de administratie van de effecten? Moet dat echt op naam gebeuren? De AFM houdt zich, als wij navraag doen, op de vlakte. Per mail laten ze weten: over de toepasbaarheid van deze regels voor het product aandelenlease kan de AFM geen uitspraak doen, aangezien de productkenmerken en voorwaarden verschillen. Als wij doorvragen en proberen erachter te komen of aandelenlease onder de wettelijke regelingen valt, zegt de AFM, daar hebben wij geen reactie op. Dat is aan de rechter, niet aan de toezichthouder. Maar volgens Tulp hebben zich hier al heel wat rechters over gebogen en komen de uitspraken overeen. Dexia is een erkende bank en daarom moeten ze zich aan de wetten houden en dus moeten ze aandelen op naam hebben gesteld en daarbij een inzichtelijke boekhouding hebben. Denkt u dat de AFM ook kennis heeft genomen van al die uitspraken van rechters? Daar ga ik zonder meer vanuit. Het is dus nog even afwachten, ook wat betreft de uitspraak van het gerechtshof over de Duizendbergregeling. Wilt u nou eens weten voor wie die Duizendbergregeling wel echt geschikt zou kunnen zijn? Of u wilt weten hoe u om moet gaan met incasso-medewerkers die in opdracht van Dexia voor uw deur staan? Kijkt u dan op www.trosradar.nl. En wij zijn de volgende week weer. Gewoon live in de studio, helemaal met nieuwe onderwerpen. Maar niet op Nederland 2, maar om 8:30, na het 8-uur-journaal, op Nederland 1. Graag tot dan, u kunt op ons rekenen. Bezoek ook onze website www.tros.nl.